daar stond op, mag in de vlog. Ik denk, nou... Ik heb een test gehad en die deed zozeer niet. Nee, ochtend is nog. Het is vandaag donderdag, oudjaarsdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Volgens mij open ik hem nu. Volgens mij heb ik de laatste keer voor kerst afgesloten. Ik weet het ook niet eens meer. Maar ja, het is de dag nadat we Chris' moeder hebben verhuisd. Dat was gisteren. Dat verliep niet zo soepel als we dachten. Wij hadden gedacht dat we 's middags om 2:00 wel klaar zouden zijn. Maar niets was minder waar. Het liep allemaal wat rommelig. Het was, ja, dat kwam ook omdat we handen tekort hadden. En natuurlijk omdat ook mensen ziek zijn. Dus we zijn nu eigenlijk wel een beetje aan gort. Ze is gisteren nog met ons meegegaan. We hebben nog even Chinees gehaald. En dat kun je naar het eten thuis gebracht. Toen zijn we lekker met de beentjes omhoog gegaan. Want we waren ook wel aardig kapot. En nu snel hier de bol, de puinhoop opruimen. Want dat is er ook niet van gekomen. Want mijn broer komt zo. En dan gaan we oud en nieuw vieren. Ja. Ik spreek jullie morgen wel, nieuwjaarsdag. Ik heb trouwens nog kaarten gehad. Ja, ik ben er helemaal niet aan toegekomen om dat te laten zien. Ik heb het stapeltje hier al liggen. Dat ga ik al opruimen, maar van de week kwam er nog een kaart. Daar stond op, mag in de vlog. Ik denk, nou, dan weet ik wel van wie dat waarschijnlijk kan zijn. En ik had al vermoeden en ik haalde hem eruit. En, ja, deze is van Suus. Wij wensen jullie een fijne kerst en een gezond en liefdevol 2021 toe. Veel vlogplezier en hopelijk tot gauw. Liefst Suus en Kids en het poot van Puk. Hele leuke kaart. En ik had van de week ook al een van Bianca. Bianca Posma, die vlogt ook. Staat even stil met de vlogs, omdat zij aan het revalideren is. En ook een hele leuke van Janneke Schaefer. Van Huisje Weltevreden Kids. En haar andere kanaal heet volgens mij Janneke Schaefer ook. Even zien hoor. Ja, die van Janneke was vrij snel. Lieve Tineke en familie, een bewogen jaar hebben we achter de rug. Dat kan volgend jaar alleen maar beter worden, toch? Ja, daar gaan we voor. Ik wens jou en je familie fijne feestdagen toe. En een heel gezond en gelukkig 2021. Maar een hele leuke met een hond ook. Oh, die scherpe. Ja, daar ben ik al. Ik heb mijn camera op een hele rare stand staan, zie ik nou. Heel licht. Nou ja, whatever. Maar goed, dit was dus de, dit waren de kaartjes. En ik ga ze opruimen. En morgen gaat de kerstboom er weer uit. En dan gaan de lampjes eraf. Tenminste, ik weet niet of we dat morgen doen. Maar morgen mijn broer hier nog niet slaapt hier natuurlijk. Maar, ja, dat dus. Ik ben moe. Jongens, ben ik moe. We zijn natuurlijk al best wel al wat weekjes bezig. Bij Chris' moeder ook. En dan hadden we wel vrij. Dus dan, we deden het wel eventjes op ons eigen tempo. Maar ja, helaas kom er dan toch wel achter dat er veel meer moet gebeuren. Ik moet ook nog boodschappen halen straks ergens. Ik wacht eerst mijn broer even af en ik wacht even tot Chris thuis is. Anders ben ik straks weg en dan komt mijn broer hier. Die heeft ook geen sleutel. Dus, ik ga even verder met puinruimen nu. Zie jullie later. Goedemiddag, 1 januari vandaag. Voor iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat we maar lekker gezond blijven met z'n allen. Wij lopen in lang weer. We zijn even aan de wandel, mijn broer is er nog. En die gaat morgen weer richting Rotterdam. En dan gaan wij weer nog even het laatste weekend even dingetjes doen.
voordat wij maandag weer moeten werken. En nou even lekker van de frisse lucht genieten. Het is lekker weer, het is droog. Dus, een beetje brak, dat wel. Maar dat is logisch. Goedemiddag, wij zijn in Reehuus, Roodhuis heet dat. Wij komen net terug uit Elst, het is vandaag zondag. Wij komen net terug uit Elst, wij hebben een coronatest gedaan. En ik voel hem nog steeds. Oh, wat deed deze zeer, zeg. Gewoon pijn in mijn oor ervan. Gewoon hier boven mijn oog en dan zo die holtes. Ik ben dus niet een aansteller, maar... Ik heb ooit eerder een test gehad en die deed zozeer niet. Maar goed, ik ben verkouden. En ik had normaal gesproken morgen moeten werken. En toen zei ik al tegen Chris, ik ga zo niet op het kantoor zitten. Dat vind ik niet verantwoord. En Chris' moeder is naar voren gekomen met een contactonderzoek. Die is een soort dagverblijf is ze geweest en heeft met... Nou, is niet zeker dat ze bij iemand aan tafel heeft gezeten die besmet was. Maar van dat gezelschap was wel iemand besmet. Ze mogen ze niet zeggen wie natuurlijk. En die moest dus testen vanmorgen. Maar die heeft helemaal geen klachten. Maar ik dus wel. En we zijn natuurlijk met haar aan het verhuizen geweest. Maar daar komen we dus nu vandaan. Dus morgen de uitslag. Dus voor morgenochtend niet eerst niet naar kantoor. Tenzij ze vanavond de uitslag nog hebben. Maar dat lijkt me stug. Ik denk het ook niet. En het is hier weer prachtig mooi. Ik was hier nog nooit geweest. Een klein parkeerplekje daar. Hierachter is een bruggetje. En de zon gaat haast onder. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan, want het waait best wel. Hè? Foto's, ja. Gaat schoonmaken straks, dus we hebben gezegd van je moet maar niet komen. Dus we hebben de sleutel onder de bloemenbak gelegd van de zaak. En ze kan dus niet komen eten, ze moet maar even bij ons wegblijven. Ja, helaas. Is vandaag. Maandag. We hebben vanmiddag gewerkt. En vanochtend waren we thuis, want toen waren we in afwachting van de test. Gistermiddag om 2:45 getest natuurlijk. En eind van de ochtend kwam de uitslag en het was negatief voor allebei. Dus we zijn vanmiddag gaan werken. En we zijn er thuis. We
we even eten. Oosterse wraps gaan we eten. Lekker. De Ronco is hier ook. Die wacht ook op zijn maaltje. En Chris' moeder was ook negatief. Die had gisteren ook getest. Dus dat is allemaal goed nieuws. Wat raar toch dat negatief nieuws goed nieuws is in dit geval. Ja. Nou, zo optimistisch als ik gisteren was. Het is vandaag dinsdag. Ik kreeg vanmorgen bericht van mijn broer die positief getest is. Maar dat betekent wel dat wij nu in quarantaine moeten en opnieuw moeten testen. Kijk, wij moesten vorige keer testen omdat Chris' moeder in aanraking was geweest met iemand met corona. Maar met oud en nieuw is hij bij ons geweest, 2 januari aan toe. En waarschijnlijk heeft hij ons toen besmet, want de dagen daarvoor heeft hij nog baliedienst gedraaid. En waarschijnlijk is hij toen besmet geraakt en heeft hij ons besmet. Tenminste, dat kan, dat is mogelijk. Maar ik heb vanmorgen met de GGD gebeld. We moeten inderdaad opnieuw testen. Dat moet dus, hij is 2 januari is hij bij ons weggegaan. We moeten 5 dagen bij optellen. Dus vanaf 7 januari kunnen wij dan gaan testen. Dat is donderdag. En in de tussentijd moeten wij in quarantaine. Ik ben ook heel benieuwd. Ik voel me niet lekker. Ik heb wat pijn op de borst. En dat is niet van de spanning of stress nu dat ik dat heb gehoord. Want ik had het vanmorgen al, voordat ik het nieuws van mijn broer hoorde, had ik er al wat last van. Toen dacht ik al van, ik kon wel wat last van mijn longen hebben. Maar ja, dan denk ik, joh, ik was negatief getest, niks aan de hand. Maar ja, dat dus. Dus ja, nu lekker aan een bakje koffie en ik zit thuis. En morgen ook nog maar thuis. Ik zal ze ook eens even bellen voor een afspraak voor donderdag voor een nieuwe coronatest. Wordt vervolgd. Ja, lieve mensen, het is vandaag vrijdag. Ja, een heel ander verhaal. Ik ben positief. Vanmorgen keek ik de uitslag. Gisteren natuurlijk weer die test gedaan. En ik blijk dus positief te zijn. En Chris is negatief. Chris zegt ook, hoe is het in godsnaam mogelijk dat jij positief bent en ik negatief? Ik snap hier helemaal niks van. En we hebben natuurlijk de afgelopen dagen dat wij al in quarantaine zaten, omdat we, omdat mijn broer ons besmette, hebben we eigenlijk gewoon naast elkaar geleefd. Zouden we op de bank gezeten, naast elkaar geslapen. Dus ja, het is echt een wereldwonder dat hij niet positief getest is. Maar goed, volgens de richtlijnen moeten wij nu echt uit elkaar. Dus gescheiden van tafel en bed. Hij is nu aan het koken. En ik zit hier op het kamertje. En hier moet ik ook maar gaan slapen. Ja, ik heb vannacht nog gewoon naast hem geslapen. Dus ja, het is raar dit. Zo raar. Maar goed, jongens, het wordt vervolgd. Ik ben niet fit. Ik ben koortsig. Ik ben echt goed ziek. Maar ik heb wel zoiets als dit het is. Kom maar door. Dit is wel te doen. Het moet niet erger worden. Ik heb ook last van mijn longen. Ik moet niet benauwder worden. Maar als dit het is, kom maar door. Dan trek ik het wel. Dan heb ik het maar gehad. En ja, zo deed Chris er ook over. Maar ja, die was negatief. Maar ja, ik ga de vlog nu ook afsluiten. Jullie horen nog van mij. Bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je dit een leuke vlog vond. En ik wens jullie een heel goed weekend. En graag tot de volgende vlog. En blijf gezond, hè, mensen. Doei, doei.